Paul, wij zijn net terug van een vakantie uit Dubai en we hebben 2 kinderen van 2 en 4. We hadden serieuze emigratieplannen en hebben dus rondgekeken bij een aantal nurseries. Nurseries zijn die kinderopvangorganisaties. En we zijn erg geschrokken van de prijzen. Zijn daar oplossingen voor of is het overal zo duur in de Emiraten? Nou, in de eerste plaats zou ik met kleine kinderen van 2 en 4 zeker niet lange afstanden gaan afleggen. Dus al zou het goedkoper zijn in Ajman, dan zou ik daar niet heen gaan. In de tweede plaats, nee, nurseries zijn gewoon heel duur in de Emiraten. Klaarblijkelijk, omdat er niet heel veel aanbod is en wel heel veel vraag. Een oplossing is er niet echt, maar er is wel iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Als je eenmaal je Emirates ID hebt en je bent investor, dan kun je op basis van jouw visum ook behoorlijk gemakkelijk je ouders of één van je ouders sponsoren om te wonen in de Emiraten. Dat is een heel stuk goedkoper dan het sponsoren van een werknemer. Wel moeten de ouders een medische keuring ondergaan en uiteraard fingerprinting doen. Maar je hoeft daar dus niet iets apart voor te regelen. Bij dependents denkt iedereen uit Europa aan kinderen. Maar in het Midden-Oosten denken ze vooral ook aan je ouders. Mogelijk is dat een oplossing.